Robert Schumann was een belangrijk vertegenwoordiger van de romantiek. Romanticus niet alleen in zijn muziek, maar ook in de benadering van zijn levenlange gevecht met zijn geestelijke ziekte. Enerzijds fascineerde en inspireerde zijn gesteldheid hem en anderzijds beangstigde het hem diep. Zo kreeg Schumann aan het eind van zijn leven last van wat wij oorzuizingen zouden noemen. Schumann ervaarde dit echter niet als een ziekte, maar als natuurlijk gevolg van zijn gevoeligheid en zijn scheppingsdrang. Hij hoorde engelen die hem geweldige openbaringen brachten. Totdat de engelen op een ochtend demonen werden. Schumann moet het uitgeschreeuwd hebben in doodsangst. Tijdens de heldere momenten, de dagen na deze ervaring, realiseerde Schumann zich dat hij langzaam gek aan het worden was. En in 1854 deed hij een zelfmoordpoging door in de rivier te springen.